wil met jullie graag de Bijbel open doen bij Johannes 3. En ik wil de eerste 5 versen daarvan lezen, maar ik ga zeker nog een aantal versen aanhalen. Zullen we een moment stil zijn en ook dit onderwijs opdragen voor Gods trouw. Vader in de hemel, we kunnen van alles voorbereiden. U bent de enige die weet wat er in ons omgaat. U kent ons, u kent onze omstandigheden. Voor u is niets verborgen. U kijkt dwars door onze buitenkant heen. En u weet ook wat een ieder die hier vanmorgen is nodig heeft. Jong en oud. En het is mijn diepe verlangen, Heere, dat u tot het hart gaat spreken van iedereen die hier is. Dat u de woorden die we gaan lezen, waar ik een aantal dingen over ga zeggen, dat u dat zo uitlegt, zodat wij het kunnen begrijpen. En dat het ons helpt om de relatie die we met u hebben te verdiepen. En als we die nog niet hebben, om die aan te gaan. Vader, verheerlijk u zelf, ook door de dienst van mensen heen. Dat bidden we u uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie graag lezen de eerste 5 versen uit Johannes 3. Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. En hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. En Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden. En Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Ik wil graag 3 zondagen stilstaan bij wie Jezus is, naar aanleiding van eigenlijk ook wat er zich afspeelt in deze tijd. De tijd die soms toch wel verwarrend is, waarin van alles op ons afkomt. Waarin zowel in als buiten de kerk van alles gaande is. Allerlei gedachten, filosofieën, theorieën, theologieën over ons worden uitgestort. En ik bedacht me, we moeten misschien wel opnieuw vanuit verschillende invalshoeken stilstaan bij een ontmoeting heel persoonlijk met Jezus. En dat doe ik vanuit het Johannes-evangelie, omdat Johannes eigenlijk maar 1 doel voor ogen heeft. Dat zijn lezers toen, maar ook nu, de diepe overtuiging krijgen dat Jezus de Messias is. En ik zeg je op voorhand, ik kan het je niet bewijzen. Wat ik zo bijzonder vond, vorige week heb ik gesproken over hoe Jezus zichzelf voorstelt tijdens het Loofhuttenfeest. We hebben Johannes 7 en 8 als het ware doorgeakkerd. En als je nog even de Bijbel erbij pakt en Johannes 7 opslaat, dan zie je op een bepaald moment de man waar we vanmorgen over gaan nadenken, over de ontmoeting die hij heeft met Jezus, ook naar voren komen. Als je Johannes 7, vers 45, vanaf vers 45 leest, dan lees je daar het volgende. En de context is dat Jezus van alles verteld heeft wie hij is en over de komst van de geest. En er ontstaat verdeeldheid over, verwarring. Mensen raken in discussie. De een erkent hem van, hij zou wel. Er komen ook echt mensen tot geloof, maar er komt ook bij de mensen die de hakken in het zand zetten, als het ware, en extra verzet. De dienaren van de hoge priesters, vers 45, en de Farizeeërs gingen terug. En toen hun werd gevraagd, waarom hebben jullie hem niet meegebracht, antwoordden ze, nog nooit heeft een mens zo gesproken. Maar de Farizeeërs zeiden, hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof
in hem gekomen. Alleen de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Lekker hè, als je geestelijke leiders zo over je denken. Dat domme gepeupel, dat volk wat de Bijbel niet kent, wat de wet van God niet kent. En dan zeggen je geestelijke leiders, vervloekt zijn ze. Maar Nicodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei, onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan. En ze zeiden tegen hem, kom jij soms ook uit Galilea? Kijk maar naar, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen. Bijzonder, Nicodemus. Er leeft iets in Nicodemus zijn hart. En ik kan je vertellen dat Jezus exact weet wat er in dat hart zich afspeelt. En wat je hier ziet in Johannes 7 is dat Nicodemus als het ware voor Jezus op gaat komen. En ik denk als dat is volgens mij soms een fase in het leven van gelovigen, van christenen in deze tijd. Ja, wij willen wel voor hem opkomen, maar als het ware verdedigen. Betitelen als, ja, hij is toch wel echt van God gekomen. Maar je komt Nicodemus straks nog een keer tegen, dat zal ik je laten zien. En dan komt hij echt voor hem uit. En op dat punt wil God elk mens hebben. Dat je durft voor Jezus uit te komen, te belijden. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Hij is de Zoon van God, de opgestaan Heer. Als je naar die ontmoeting gaat kijken tussen Jezus en Nicodemus, kun je direct inzoomen op dat hoge theologische karakter. Dat zijn twee leraren die met elkaar in gesprek gaan. Maar je zou voor de aardigheid eens moeten lezen wat er vooraf staat in Johannes 2. Toen Jezus op het Pesach, Johannes 2 vers 23, toen Jezus op het Pesachfeest in Jeruzalem was, kwamen velen tot geloof in zijn naam. Omdat ze de tekenen zagen die hij verrichtte. Maar Jezus had geen vertrouwen in hem, omdat hij hen allemaal kende. Niemand hoefde hem iets te vertellen over de mensen, want hij wist wat er in de mens omging. Vele mensen komen tot geloof in hem. Vele mensen vandaag de dag volgen Jezus. Waarom? Het geeft zo'n goed gevoel. En dan stel ik mij voor, in die periode, Jezus ging erop uit, trok langs steden en dorpen, legde zieken de handen op, genassen, bevrijde mensen. En natuurlijk, dat doet iets, dat maakt iets los. En om, misschien zeg ik het onaardig, maar volgens mij zegt Jezus het hier ook redelijk scherp. Vanwege de kick. Vanwege het feit dat je emotioneel, als het ware in je emoties geraakt wordt, omdat je iets ziet, ga je geloven. Zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven. En wat ik zo bijzonder vind, dat Jezus dwars door de mensen heen kijkt en daar nogal scherp is. Hij had geen vertrouwen in hem. Je zou kunnen zeggen dat het is een oppervlakkig. Het is een aanraking, het is een ontmoeting. Je hebt iets gezien van hem. Iets gezien van God. Maar is het veranderd? Is het diep geland? Is het verder gekomen dan de eerste emotie, zeg maar? Heeft het je hart geraakt? In die context ontstaat een gesprek. En dan zie je twee dingen. Eerst die groepen mensen, volgelingen van Jezus, die op basis van die geraakt zijn in hun emotie. Jezus heeft er vertrouwen in. En dan komt er iemand, en dat misschien staat hier ook wel een beetje getypt, als type voor de gelovigen, die denken dat het geloof alleen maar om weten en heel veel kennis draait. Om wat vaststaat, om regels. Wat zegt Nicodemus voortdurend op het moment dat Jezus als het ware hem twee keer voorhoudt, je zult opnieuw geboren moeten worden. Wij weten. Wat we met elkaar voor overtuigd geraakt zijn als geestelijke leiders. Ja, zo is het. Dat is de waarheid.
Wat ik zo bijzonder vind in die ontmoeting, dat Jezus zegt, het gaat niet om die diepe ervaring, die aanraking, dat emotie. Het gaat ook niet om jouw kennis, wat je allemaal weet. Het gaat ook niet om het naleven van de regels. Het gaat om wat zich afspeelt in jouw hart. Ik las in mijn voorbereiding, met alle kennis die Nicodemus had, had hij iets gezien in Jezus of van Jezus? Iets van de kracht van God, iets van de kracht van de Heilige Geest. En dan even realiseer je, Jezus wist dat. Hij wist wat er in mensen omging. Hij wist ook wat er in Nicodemus omging. Alsof hij zegt, Nicodemus, ik weet waarvoor jij gekomen bent. Jouw voortdurende studie in de Torah heeft je uiteindelijk, heeft je wel kennis gegeven van God, maar je blijft als het ware een kennis. En Jezus heeft geen interesse in het uitwisselen van allerlei leerstellige gedachten over het koninkrijk van God. Maar hij maakt vanaf het eerste moment duidelijk. Nicodemus, net als elk mens, ben jij een zondaar. Ben je als het ware gebeten door de slang. Hij haalt ook later dat gedeelte aan. Lees maar eens even met mij mee. Ja. Dan gaan we even in dat gesprek duiken in Johannes 3. Johannes 3, vers 14. De mensenzoon moet hoog verheven worden zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Denk je, nou, dan lees je dat tweede gedeelte, die kennen we, hè? Johannes 3, vers 16, die bekende tekst. Maar dat staat in de context van vers 14, waarin gesproken wordt over Mozes in de woestijn en die een slang omhoog heft. Ga eens met me mee, Numeri 21. Numeri 21, vers 4 tot en met 9. Van de hort trokken ze verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken, maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte, verweten ze God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven. We hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. En toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze. Want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. En Mozes bad voor het volk. En de Heer zei tegen hem, laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven. En Mozes liet een koper een slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Dit moet voor Nicodemus bekende kost zijn. Hij is gepokt en gemazeld in de wet en in de profeten. Hij heeft dat gedeelte uit Numeri ongetwijfeld bestudeerd. Weten dat mensen tot een besef moeten komen, we hebben gezondigd. Als ze zichzelf gaan zien ten opzichte van de heiligheid van God, we hebben God verwijten gemaakt, we hebben Mozes verwijten gemaakt, zegt, lees je in Numeri. We hebben gezondigd, dat is het besef. Bid God. En dan komt dat een unieke situatie. Hij maakt een koperen slang, zet die op een staak. Ken je het beeld wat er van is vandaag? Nog steeds van de artsen, hè? Als je een arts ziet rijden, een auto van een arts, staat dat teken erop. Is wel bijzonder uiteindelijk. Nou hebben artsen daar volgens mij een iets andere gedachte. Als zij het kunnen, mensen kunnen redden, zo is het natuurlijk niet. Maar het is een prachtig beeld. Wat ons in herinnering wordt gebracht, wat hier letterlijk
vanuit Gods woord komt. En Jezus houdt het Nicodemus voor. Geen theologische discussie, maar hij brengt in herinnering de woorden van God die hij al zo vaak heeft bestudeerd. Nee, Nicodemus, het gaat niet om de ervaring van dat wonder. Het gaat niet om de kennis die je van God hebt en van zijn belofte. Maar alleen als jij opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God zien en kun je erin komen. Het moet Nicodemus geduizeld hebben. Want hij hoort Jezus zeggen, Nicodemus, je moet veranderen. Dit is zo anders dan zijn manier van geloven. Dit is niet, hier gaat het rationele van deze gelovige man. Want Nicodemus was een fariseer, een diepgelovig mens. Dat botst, dat rationele van hem, dat botst op de genade, de liefde van God. Want al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Waarom? Nicodemus, zodat jij ook niet verloren gaat. Zie op naar de mensenzoon, zoals ooit het volk opzag naar de slang. Zie omhoog. Ik geloof dat Nicodemus erg geconfronteerd wordt met zichzelf. Dat alles wat hij bestudeerd heeft, de kennis die hij heeft opgedaan en hoe hij dat geïnterpreteerd heeft, omgezet heeft samen met andere Joodse leiders in regels, in geboden. Dat niet is zoals God het heeft bedoeld. Dat toch niet de waarheid is. En dan zijn die woorden indringend. Dit is een indringend gesprek, je zou kunnen zeggen. Eigenlijk klinkt hier doorheen een hele indringende vraag. Ik verzeker je, zegt Jezus nog twee keer toe. Als jij na je natuurlijke geboorte ook niet geestelijk geboren wordt, is het onmogelijk om bij God te komen. En tegen Nicodemus zegt Jezus, je bent een leraar van Israël. En dit begrijp je niet? Wij weten, zegt Nicodemus. En hij begint nog even, hoe kan je nou voor de tweede keer geboren? Want je kunt er toch niet opnieuw de moederschoot ingaan? U bent een leraar van Israël en je begrijpt het niet? Wat zou Jezus tegen ons zeggen? Tegen jou? Je zegt christen te zijn. Je zegt mij te volgen en je begrijpt dit niet. Ja, ik ga regelmatig naar de kring. Ik ben altijd bereid om iets extra's te doen. Ik heb zojuist gezongen, Jezus, redder van mijn ziel. Ik wil dat u weet dat ik u wil volgen, ieder uur. Ik heb het vol overgave gezongen, Heer. Hierdoorheen klinkt wie zijn leven probeert te behouden, die zal het verliezen. Het is alsof Nicodemus te horen krijgt van Jezus, maar jij ook vanmorgen, laat los, geef je over. Je bent geen kind van God op grond van je geboorte. Je wordt geen kind van God op grond van dat wat je ervaart met God. Je wordt geen kind van God door de kennis die je opdoet. Niet door wat je doet, wat je weet. Maar hoe dan wel? Alleen als je opnieuw geboren wordt. Daar is niets menselijks aan. Je moet geboren worden uit water en geest. We worden allemaal als baby's geboren. Ik zie de verschillende zitten vanmorgen. Maar eigenlijk ben je van nature, ondanks dat je leeft, menselijke wijs gezien ben je van nature dood. We zijn niet geboren, ook deze twee ukken of drie ukken. Ella is volgens mij bij de crash. Ja.
zijn niet geboren met een hart dat van nature inderdaad God lief heeft. Als Jezus spreekt over wedergeboorte, bedoelt hij een geboorte die God zelf bewerkt. En daarom is het ook zo prachtig dat we volgende week 3 kinderen mogen opdragen. En dat jullie als gemeente ook een belofte mogen doen om die kinderen heen te staan, om de ouders bij te staan. Dat die kinderen bekendgemaakt worden met Jezus, met God. Met wie hij is, met de principes van het koninkrijk. Zodat ze uiteindelijk zelf op een bepaald moment inderdaad een keuze gaan maken. Er overtuigd van raken. Als God ze aanspreekt. Dat ze zichzelf gaan zien ten opzichte van die heilige God. Dat ze hun zonde gaan zien. En dat zijn altijd zware woorden vandaag de dag. Het is net alsof je het bijna niet meer mag zeggen. Maar het staat letterlijk in de Bijbel. Allemaal hebben we gezondigd en we derven de heerlijkheid van God. Lieve broers en zussen, ik heb dat niet bedacht, die boodschap. Ik geloof dat ik hem anders ingekleed zou hebben, maar God heeft in zijn wijsheid bedacht dat het zo is. Van nature hebben wij niet een hart, worden wij niet geboren met een hart wat zich uitstrekt naar God. Een hart wat zich wil verbinden met God. Een hart wat zich wil overgeven aan God. En daarom moeten we opnieuw geboren worden. Door water en geest. En Jezus spreekt met Nicodemus over water. In het Oude Testament is natuurlijk dat een beeld van water. Het beeld van water wordt gebruikt voor reiniging van zonde. In Jesaja 43 staat: ik zal water gieten op dorstig en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Geboren uit geest wijst vervolgens op een nieuwe levensstijl. Zoals Psalm 51 zegt, vernieuw in mij van binnen een vaste geest. Johannes gebruikt in dit gedeelte het Griekse werkwoord genan, dat betekent verwekken, baren. Wedergeboorte is meer dan geloven. De duivel gelooft ook. Die gelooft zelfs dat Jezus de Zoon van God is. En ik ben heerlijk, hier zitten vanmorgen een aantal mensen die geloven dat Jezus de Zoon van God is. Maar die vanuit hun opvoeding, vanuit kerkelijke traditie of vanuit wat ze hebben meegemaakt in het leven, de ervaringen die ze hebben opgedaan. Want het werkt ook de andere kant op. Hè? Je kunt ook ervaringen in het leven opdoen waardoor je niet tot die overgave kunt komen. En zo krampachtig misschien wel op zoek zijn naar bewijs, bewijs het me maar. Lieve broers en zussen, ik kan het je niet bewijzen. Het enige wat ik tegen je kan zeggen, is dat de Bijbel leert. In Johannes 1, vers 12. Dat Jezus kwam naar wat van hem was, naar deze wereld. En wie hem wil ontvingen, Johannes 1, vers 12. En in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Het is geloven, dat is mooi, maar de sleutel is ontvangen. Je hart openen met de 1000 vragen die het leven met zich meebrengt. De 1000 vragen die de kennis die je hebt opgedaan als het ware met zich meebrengt. In alle eenvoud je hart openen en zeggen: ik geloof, Heer Jezus, dat u de Zoon van God bent. En ik open mijn hart. En ik wil u ontvangen als de Heer in mijn leven. Dan gaat er echt iets veranderen. Dan word je niet op een natuurlijke wijze geboren, zegt dit gedeelte. Maar dan word je uit God geboren. En dat is noodzakelijk om nieuw leven te ontvangen.
in een tijd van verwarring. Wat wil Jezus ons geven? Nieuw leven. Wil jou opnieuw geboren laten worden. En dat is soms een proces. Ik zei al, Nicodemus, hier eigenlijk in Johannes 3, zie je hem als het ware nog angstig. Heeft hij nog zoveel vragen? Is hij op zoek? Is het de mens die op zoek is? De mens met kennis? De mens waar Jezus dwars doorheen kijkt. Het is ook de mens met een verlangen. En ik zei al in Johannes 7 en 8, dat gesprek heeft iets uitgewerkt. En we lezen in Johannes 7 dat te midden van andere Joodse leiders Nicodemus voor Jezus opkomt. Is dat dan genoeg voor Jezus opkomen? Ik geloof dat Jezus je wil brengen uiteindelijk dat je voor hem uitkomt. Ga eens met mij mee naar Johannes 19. Of even kijken, moet ik het goed zeggen? Ja, Johannes 19. De context is, Jezus is naar deze wereld gekomen, is rondgetrokken in Galilea. Uiteindelijk hebben de Joodse leiders hem gegrepen, hebben het verschillende keren geprobeerd. Ze hebben hem gebracht voor Pilatus. Ze hebben hem vals beschuldigd. En ze hebben hem aan een kruis gehangen. En daar stierf hij. En dan lezen we in Johannes 19, vers 38 het volgende. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. En Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toe was gegaan, kwam ook. En had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 litra. En ze wikkelde Jezus. Lichaam met de balsem in linnen zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. En bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin en daar was een nieuw graf, waarin er nooit iemand begraven was. En omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Jezus wil je eigenlijk bij een begrafenis hebben. Die wil dat jij je oude leven gaat begraven. Vanuit dat je jezelf ziet ten opzichte van God. We hebben gezondigd. En dat je aangeraakt wordt, jezelf gaat zien en dat je een nieuw leven mag ontvangen. Hier komt Nicodemus voor Jezus uit. En als hij niet was aangeraakt in die nacht, in dat gesprek, en niet vanuit God door water en geest was geboren. Dan had hij na de kruisiging van Jezus niet het lichaam van Jezus met zoveel eer en respect behandeld. Nicodemus is op die dag, en dat lees je niet, en eigenlijk zou ik zo graag eens nog wat meer lezen van Nicodemus. Wat heeft zijn plaats dan geweest? Maar hij komt uit. Voor Jezus in de overtuiging dat dat de Messias was, de redder van de wereld. Weet je, als jij iets van God wil zien, van zijn wereld, zijn liefde, zijn vergeving en genade, als je dat wil begrijpen en je wilt het ontvangen, dan is de voorwaarde, en dat is een indringende vraag, ben jij al opnieuw geboren? En wedergeboorte betekent dat jij het stuur in je leven aan Jezus overgeeft en aan zijn geest. Dat is noodzakelijk, want als je niet opnieuw geboren wordt, dan zul je het koninkrijk van God niet binnengaan en zal je er ook in dit leven niets van ervaren. Wedergeboorte, opnieuw geboren, is niet iets lichamelijks, dat is iets geestelijks. Iets wat Gods geest in jou doet. En het veronderstelt een keuze, een eenmalige keuze voor Jezus. Zoals het volk opzag naar hem, naar die slang. Zo opzien naar de mensenzoon, naar Jezus als de Christus, als de
door God gegeven redder. Ik sluit je af, ik stuur je weg met die indringende vraag. Ben jij al opnieuw geboren? Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heere, voor de rijkdom van uw woord. En voor een aantal mensen hier is dit bekende kost. Hebben dit al vaker gehoord. Hebben op grond van dit gedeelte van die vraag of ze opnieuw geboren zijn, ja en amen gezegd. Hun hart geopend. Jezus ontvangen. En op grond daarvan zijn ze ook bij een begrafenis geweest. De begrafenis van hun oude leven. Om daarna op te staan in dat nieuwe leven. Heer, er zijn er ook verschillende, ook hier onder ons. En ik ga niemand de maat nemen, maar ik ben ervan overtuigd. Dat is iets wat de Heer op mijn hart legt. Die soms nog hun geloof gebouwd hebben en op grond van wat ze aan kennis hebben opgedaan. Vanuit hun geloofsopvoeding, hun kerkelijke traditie. Die hun en dat niet los kunnen laten. Nee, ik ben als kind. Ja, ik geloof. En Heer, er zijn mensen bij die een ervaring hebben gehad, maar het is zo snel geroofd. Het is als het zaad wat gezaaid is, het heeft amper wortel geschoten. En eigenlijk zijn ze op zoek, keer op keer, elke zondag opnieuw, naar die nieuwe ervaring. Die kick. En tegen jullie zegt de Heer Jezus, ben jij al opnieuw geboren? Jouw nieuwe leven, jouw eeuwige leven kan vandaag beginnen. Je moet geboren worden uit water en geest. Je hoeft niks toe te voegen aan ervaring, je hoeft niks toe te voegen in dit leven aan kennis. Je moet veranderen. Open je hart. En als er mensen erbij zijn, ook vanmorgen hier, die opnieuw geboren willen worden, die de Heer Jezus willen ontvangen, dan nodig je uit om je hoofden te buigen. Er zijn er mensen die vanmorgen de Heer Jezus willen aannemen als verlosser en Heer in hun leven. Mag ik je hand dan zien? Ik heb je hand gezien. Jou ook. Vader, er zijn vanmorgen mensen onder ons die met alle reserves en alle vragen in hun leven, die het leven met zich meebrengen en de ervaringen die ze hebben opgedaan, Heere, u willen ontvangen als de Heer in hun leven. En misschien als je je hand niet hebt opgestoken, en ik weet wel, het is altijd wat lastig en is wat ingewikkeld, dan wil ik vragen of je in je hart het volgende wil nabidden als je toch de Heer Jezus wil ontvangen. Heer Jezus, hier ben ik. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Dat u gekomen bent als de mensenzoon naar deze aarde. Om te sterven voor mijn zonde. En dat u bent opgestaan uit de dood en dat u leeft. Ik wil veranderen. Ik wil opnieuw geboren worden. En daarom wil ik u ontvangen als de Heer in mijn leven. Kom in mijn leven, Heer. Ik open mijn hart voor u. Amen.